Hallo, ik ben Marlijn Twaalfhoven, de componist van Grand Subfonia. En dit is de plek waar ik heel veel werk heb verzet de afgelopen maanden. Ik wilde eigenlijk een filmpje opnemen waarin ik zei, het is af. Maar volgens mij is het nooit af. Op 25 juni is het uiteindelijk af, dan komt alles bij elkaar. En tot die tijd ben ik nog bezig met speciale stemmen te maken voor vandaag voor de Contra van God. Maar ook voor bijvoorbeeld Pascal Galois, de solist, de bijzondere van Godspeler uit Parijs die erbij zal zijn. Kortom, het is gewoon nog een voortdurend work in progress. Maar goed, het grote stuk, de grote lijnen zijn natuurlijk al af. Iedereen heeft partijen gekregen. We hebben allerlei e-mailtjes natuurlijk teruggekregen van mensen die zich doodschrokken. Die zeiden van, wat betekent dat? Dit heb ik nog nooit zo gezien. Dat geeft helemaal niks. We gaan hier in de repetitie aan werken. Het stuk bestaat namelijk uit een aantal conventionele delen. Stukken die ik ook gewoon met noten op schrift heb kunnen zetten. Waarbij ik met de piano toontjes heb gemaakt die ik vervolgens slim via dit kabeltje in de computer heb kunnen zetten. Maar er zijn ook stukken die zijn onconventioneel. Gewoon geluiden, zachte klanken. Misschien zag je al passages met geluiden van kleppen of luchtgeluiden die door de instrumenten worden gemaakt. Hier kan ik al wat laten horen, maar dat zijn dus pianotoontjes. Dus mijn voorstelling is natuurlijk, daarin wordt dat natuurlijk een echte fagotklank. We hebben bijvoorbeeld een themaatje dat begint heel. Heel kaal wilde ik zeggen. Veel rusten. Dit zijn een paar solisten die hiermee beginnen. Komen er steeds meer stemmen bij. Ik kan een voorproefje geven van wat dit doet een paar pagina's verder. Ergens middenin. Zo komen dus al die stemmen bij elkaar, al die groepen die verspreid staan door het concertgebouw. En er komen een aantal hele leuke momentjes natuurlijk dat de solist even wat speelt. Dat de aanvoerders daarin meegaan. Maar uiteindelijk ook een moment dat iedereen vlak na elkaar hetzelfde gaat spelen. En dat ziet er op de partituur heel mooi uit. Want je ziet een soort van hele mooie riedels die allemaal vlak na elkaar gespeeld worden. En dan zou je iets kunnen horen hier. Een soort watervallen van riedels die eigenlijk zo rondom het publiek gaan klinken. Nou, hartstikke spannend. Voor mij ook een groot avontuur. En uiteindelijk komt dan vanuit die zee van klanken het fagotconcert van Mozart. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gecomponeerd. Ik heb wel een aantal overgangen gemaakt. Gezorgd dat die lijnen van Bram van Sambeek, die de solo daar speelt, dat die weer verweven worden, weer door de zaal, door al die fagotten klinken. Nou, ik heb heel veel inspiratie opgedaan. Er is natuurlijk boeken over instrumentatie. Onder andere een heel bijzonder boek van Pascal Galois, waarin die eigenlijk allemaal fascinerende klanken uitlegt. Daar heb ik me in verdiept.
Hier zitten cd's bij, zodat hij ook de klanken kan luisteren. Ik ben ook bij Alban Wesley op bezoek geweest. Natuurlijk ook bij Bram van Sandbeek. Misschien zag je andere filmpjes al over dat bezoek. Alban liet me hele maffe geluiden horen. En dus... Dat zijn natuurlijk geluiden die kan ik niet zomaar mooi noteren. Dus die komen ook aan bod. Maar ja, daar werken we gewoon aan in een directe interactie. Het is eigenlijk onmogelijk om dat goed op papier te schrijven. Nou, de partituur is wel 100 pagina's lang. Een groot boek wordt dat. De partijen zijn ook elk ongeveer 15 pagina's. Talloze verschillende versies zijn er geweest. Maar nu heb je iets in handen. Studeer wat je snapt. Kijk wat haalbaar is en ik hoop je te zien bij de repetitie om dan samen hier verder aan te werken.